Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In deze aflevering gaan wij, als het goed is, een Phoenix tegenkomen. Tenminste, dit is een soort Phoenix Den, als het goed is. Als het goed is, heb ik al een paar keer gezegd, als het goed is. En hier zijn ook poachers, dat is iets minder leuk. Gear slots are full. Alweer, laat maar zitten dan, laat die maar zitten. Ik denk niet dat die daar echt iets significants in zit. Dit wordt wel even spannend. Kijk, dit kan best interessant worden. I didn't always like a polite. Someone messing about. Kijk, dit zijn de beste kills. Nice. Revelio. The best kills in that. The best killings. Sander zegt iets. Oh, oké. Okay. Niet belangrijk dat ik meteen moet reageren. Wel interessant om straks even op te reageren. Oeh, een oude Amora slot. Gelukkig. Oh, die kunnen gewoon zomaar zonder dingen te doen gewoon in lokken. Oh jee. De Phoenix. Oeh, een Phoenix. Nice. Epic. Kaka. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Oh, weer. Nou, laat maar dan. We moeten het volgen. Dit is de kant waar we op kunnen, dus dan gaan we die kant maar op. Oh nee. Your poaching days are over. Revelio. Hallo, Amora. Oh, nu moeten we wel een lockie doen. Die vind ik misschien nog wel interessant om naar te gaan kijken of ik. Nee. Of ik. Of dat misschien een interessant item is. Volgens mij net zo goed als wat ik nu draag. Betekent dat? Nou, gelukkig zag jij het, want ik zag het niet. Sneels hoef ik niet. Dit is misschien wel interessant om te kijken wat hier is. In ieder geval een zakje in een zakje. Geef mij maar een potion of zo, hoor. Daar word ik veel gelukkiger van dan van clothing. Want clothing is bijna altijd slechter dan wat je al draagt. Ik heb zoveel van die juices, van die Horklum juices. Dat is alleen maar goed, want dan kan ik heel veel Wiganweld potions van maken. Au. Wow.
Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Accio. Crisis. Zo. Ja, dat zat er wel in. For Highwing. One less poacher in the wizarding world. Nice. Verbazingwekkend goed deze battle tussen zoveel van die poachers. Ik dacht van dit wordt echt een hel. Maar het viel mee. Echt jongen, als je Horclum juices nodig hebt, dan is dit de place to be. Holy shit. Incendio. Nou, en moet ik gaan clearen of zit hij wat in? Ja, oké, okay, zit wat in waar ik wat aan heb. Anders dacht ik van ik moet gaan clearen. Kidooming. Daar niks, oké. Okay. Zo. Revelio. Oh, daar is hij. Somewhere safe. You kept the Phoenix. Deke's going to be pleased. Deke zal zeker blij zijn. Ah. Kan ik spreken? Oh. Ja, dat kan. Oh, dit is de uitgang. Nice. Punisher's Ghost. Nice. Lekker, bitches.
I should investigate. Waar ben ik nu uitgekomen dan? Ah. Oké. Okay. Ja, die is best interessant om even in die cave te gaan kijken. Oh. Oeh, een schaakspel. Rebellion. Ik weet niet zo wat de bedoeling is. Als er nog een bedoeling is. Oh ja, hij staat nog wel op de kaart. Kut, sorry. Nou, het zal wel. Kom ik wel een keer voor terug. Die snap ik niet. Goed. Nou, hebben we dat ook gedaan. Moeten we verder willen, is de vraag. Oh, hier, the Man of the Moons. Wat heeft hij ook weer? Reward. Oh, dit had ik al gedaan. Oh, ik moet voor hem volgens mij gewoon al die andere dingen vinden. Al die andere moons. We kunnen trouwens volgens mij ook inventory. Oh nee, dit zijn niet de tasks die ik bedoel. Je hebt, even kijken, niet collections, outpost, ja, yeah, die bedoel ik. Kijk waar die doet, hier. I hope you come to see me per highly confidential matter at your earliest convenience. I believe it may help you. Oké, volgens mij is dit gewoon over dit ding die ik heb al heb gedaan. Laten we in ieder geval ervoor zorgen dat we wat dingen kunnen gaan verkopen, zodat onze gear weer leeg is. Kijk eens hoe groot dit nog is, joh. Holy shit. Holy shit. Dus hier moeten we uiteindelijk sowieso heen. Dat is voor Sebastian. Is dat voor de head quest? Ja, dat is voor de hoofdquest. Oké. Oké. Mum's the word. Waar moet dat? Mum's the word. Mum's the word moet helemaal hier. Moet dat op Hogwarts? In Hogwarts? Nee. Huh?
Nou, het zal wel. Laten we eerst eens wat gaan proberen te verkopen. Laten we dat maar eerst eens even doen. En dan gaan we kijken of we daarna of Poppy of Nettie gaan helpen. Want ik denk dat we nog beter niet te ver het nieuwe gebied in kunnen gaan. Omdat er zoveel goblins zijn. En misschien kunnen we ook nog wel even naar Deke straks. Kunnen we ook meteen even wat Wick and Welds maken. Nou, hier moet het niet zijn. Wacht, waar moet ik zijn? Niet in zo'n koos. Ik krijg het dus altijd verdwaald in dit kutdorp, hè? Rebellio. Waar die wel moet zo zijn. Ja, dat dacht ik al. Dat is Sonko's. Ollivanders. Nee, dat moet ik ook niet zijn. Hier dan. Aloha. Hier ben ik nog niet geweest. Yay, nice. Rebellion. Zo. Nou, laat me het openen. Zo fucking irritant als dingen niet meewerken. Nou. Nou, loop door. Het zal wel. We have everything a young student might need when it comes to potions. That's fine. Have a good look around. Verkopen. Nog meer verkopen, kijk. I hope to see you again. You. Daar naartoe.
Nice. Hey, Deke. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... A phoenix feather. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. Yeah. The phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Very cute, Deke, very cute. Deke hasn't seen this many plants here before. Kijk, daar kunnen we voorlopig wat dingen mee maken. Nog een wiggenweldje, nog een wiggenweldje en nog een wiggenweldje. Nog een wiggenweldje en nog een wiggenweldje. Nog een wiggenweldje. Ik ben er nu nog drie aan het maken daar. Dus dan kan ik er nog wel een paar maken. Weer genoeg potions om niet dood te gaan. Heel fijn. Hier heb ik nog in de Hogwarts heb ik nog best wel veel dingen te fixen. Ik zal eerst even naar de quests kijken. Ik moet naar Nettie. En Nettie is hier op Hoogwaarts. Bij Divination Class. Het is bij een toren in de buurt. Is het hier? Nee. Hier? Nee. Is het hier? Nee. Oh, hier is het. Wauw. Daar moet ik naartoe.
Tjonge, ja, zo moeilijk is het toch niet. Maar normaal loopt er altijd zo'n geel lijntje. Die liep er nu niet. Dat is een beetje jammer, hè? I've always said that travel broadens the mind. Omhoog. Net die zal hier ergens staan. Oh. Als ik heb gewacht. Dan staat Nettie hier op mij te wachten. Yo, Nettie. Dit gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.